Wat zeg je? Eliminatie zit ook achter de aanslag in Londen en Manchester. Welkom bij Harm en Frodo Complottheorieën, aflevering 2. Eliminatie. Altijd Harris. Altijd Harris. Altijd Harris, jongens. De Audi Harris 7, ja, ja. Nee, ik vond hem heel goed. Dus ik knip dit wel even allemaal tot ruw. Vandaag gaan we het hebben over de illuminatie. Mag ik even dat deuntje? Wacht, ik zoek dat deuntje even. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon leuk. Wat heeft die illuminatie met muziek te maken? Goeie vraag. Super Mario deuntje 6 keer versneld. Is dit copyrighted? Nou, dat was wel genoeg. We gaan het hebben over de eliminatie. De wereld van complotdenkers. Amerika lijkt meer talent te hebben voor complotdenkers dan Europa. Het grappige is altijd dat als je op zoek bent naar complottheorieën, zijn er heel veel complottheorieën over hij of zij is niet dood. Dat vind ik vrij vaak niet boeiend. Ja. Want ja, je kan wat mij betreft zeggen, ja, ik geloof erin dat John F. Kennedy nog leeft. Maar dan denk ik, ja, prima dat je erin gelooft, maar wat verandert het in je leven als John F. Kennedy nog leeft? Niet zoveel. Precies. Dus op zich vind ik dat soort complottheorieën nooit boeiend. Volg me op Instagram. Maar wat ik wel in de samenzweringen, dat vind ik altijd ontzettend interessant. Wie denk jij dat er in Illuminatie zit? We gaan even een groepje van 5 personen maken. Sowieso Trump. Trump, dat ga ik even opzoeken. Zit Trump in eliminatie? Zit. Nou, want we moeten wel eerst een lijstje of gaan we gewoon echt. Nee, één voor één gaan we even opzoeken of ze er wel in zitten. Altijd grappig als Johnson, de premier van Engeland, een boek heeft geschreven wat heet Donald Trump en de eliminatie. Kunnen we zeggen dat Donald Trump eliminatie confirmed is? Of moeten we nog één verder artikel vinden? Ik denk dat wel. We kunnen. Oké, wie zit er nog meer in de illuminatie? André Hazes. Zit André Hazes in illuminatie? Hij heeft gewoon de illuminatie op zijn borst getatoeëerd. Oké, André Hazes zit niet bij de illuminatie. André Hazes is de illuminatie. Altijd ergens, jongens! Wist jij dit? Nee. Dus jij zei André Hazes gewoon random? Ja, ik ga oprecht gewoon. Jij wist niet dat hij hier een illuminatie driehoek heeft? Oké, André Hazes zit in de illuminatie. Die is de illuminatie. Oké, dit is intens. Wow, maar hoe komen we nu al verder in een complottheorie terwijl we er nog niet eens serieus mee begonnen waren? Oké, wie zit er nog meer in de illuminatie? Jaap van Dissel. Ja. Tuurlijk, corona is door hem bedacht. Wat voor man is RIVM, directeur Jaap van Dissel? Een eliminatie. Nee. Yo, ik vind dit echt een heel lang artikel. Leon heeft sinds groep 3 geen boek meer gelezen. Dit zijn trauma's voor hem. Oké, we hebben het hele artikel net even doorgelezen. Jaap van Dissel zit niet in de illuminatie. Hey, corona komt door 5G. Ja. Voor de mensen van shownieuws, dit was een grap. Ja. De volgende, de vierde of de vijfde? De derde toch? Want we kwamen op André Hazes en Trump. En Jaap van Dissel zit er niet bij. Nee. Ik weet het wel. Marten van K3. Wist je dat Klaasje niet eens Klaasje heet? Vlak voor K3 zoeken K3 heeft ze die naam aangenomen. Oké, dan toch Klaasje. Klaasje zit bij de eliminatie, jongens. Klaasje. Hoe heet ze eerst dan? Ja, weet ik niet. Ik ken Barbara. Vrienden die dat weten. Nee. Hij komt nu in beeld, man. Nu, wel goede clickbait, ja. Zoiets komt toch wel heel hard binnen. Oké, deze blooper ga je ook niet aan je vader laten zien. Dan mag hij me echt niet meer. Nee. Lauren, Klaasje en Hanna zingen samen een nieuwe K3-nummer, de kus van de juf. Hoe weet je dat het juf is als er nog geen juf staat? Ik ken een liedje. Volgens mij heette ze Alike, inderdaad. Alike? Dan zou ik ook mijn naam veranderen aan. Ja. Schaam je, kanonnen.
Dus stel je voor dat jij was geboren als Alike, dan had je jouw naam veranderd naar Frodo. Nee. Zolang Leon er is, is het meer editwerk voor Harmon. Ja, bijna meer dan bij Sam. Sam, wat vind jij van deze dag? Ja. Oké. Klaasje Meijer confirmt eliminatie, omdat ze niet haar echte naam aanneemt. Dan heb je iets te verbergen, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de reclame. Pepsi Cherry Cola. Kopen. Kaasje deed mee in Welkom bij K3 als zichzelf. In dit is K3 als zichzelf. Als wij zijn K3, dat is wel allemaal een beetje leuke titels, als zichzelf. En in K3 Roller Disco als Klaasje. Oké, Klaasje zit 100% bij de eliminatie. Volgende. Marco Rutte. Nee, maar dat is zo standaard. Iedereen gaat... Oh, sorry. We hebben al Jaap van Dissel gedaan. Dus nu ook niet de hamster, mevrouw. Martien Meijland. Ja, Martien Meijland zit 100% bij de eliminatie. Ik heb laatst een leuke TikTok gezien. Die begon zo. Ik zou absoluut niet in quarantaine willen met Martien Meijland. Weide. Weet je wel waar ik het over heb? Ja. Oh. Ontbrekend, eliminatie. Moet het volgende bevatten? Eliminatie. Wacht, kijk. Het grote succes van Martien Meijland is een reden voor. En dat is de eliminatie. Ja, maar Martien Meijland was er ook opeens. Dat was opeens. Dat was... Doe je de motorhome op? Ja, dat is goed. Nog wel één keer proberen. Mijn naam is Harmon Frodo. En ik zit niet bij de eliminatie. We gaan weer verder. Hij staat jou echt goed. Martien Meijland, eliminatie confirmed. Want die was er gewoon opeens. Ik zie hier bedoel je Peter R. de Vries smoke weed eliminatie? Ja, dat bedoelde ik. Het stond bij de eliminatie vind ik altijd dat mensen ervan uitgaan dat dat een... Oké, ik ga wel verder met Helm. Je kan het toch wel afkrijgen? Ja, maar dat is comedy. Die ziet er nu echt uit als Jeroen. Peter R. de Vries smoked wiet. Hallo, welkom bij een gloednieuwe vlog van Harmon Frodo. Alweer Harmon Frodo vlog 21. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Complot tegen je. What's up? Nee. Bent u niet mee eens? Kijk, normaal vraag ik mijn gasten altijd om het intro te doen. Yo, en op dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe Harmon Frodo video. Maar, bij Mannenlist en Vrouw seizoen 2 heb jij daar 5 minuten aan verpest.